Goedendag dames en heren, welkom bij deze aflevering van Voetbal in de Bollenstreek TV. Deze uitzending staat geheel in het teken van de moeder der derby. Zo meteen praten we met twee oude rotten. Hans van der Plas van Quick Boys en Marco van Katwijk. Maar we beginnen met twee gasten die wellicht aanstaande zaterdag in actie gaan komen. En allebei weer terug zijn op het oude nest. Martijn de Zwart, de doelverdediger van Quick Boys. En middenvelder, aanvallende middenvelder, Mark Langeveld van Katwijk. Met jou te beginnen, Mark. Naar het IJsselmeervogelsverhaal weer terug bij Katwijk. Waarom? Ja, ten eerste het reizen natuurlijk. Ja. Elke dag anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Weinig speelminuten, ja, dan heb je er al gauw weinig zin in. Dus ja, lekker terug op het oude nest. Oud en vertrouwd is altijd goed, denk ik. Je zei net weinig speelminuten. Had je in het begin van de competitie ook het idee van, hey, dat gaat me hier ook overkomen? Want ik heb je ook al op het formulier van de tweede zien staan. Ja, de eerste 7 wedstrijden heb ik denk ik allemaal op het formulier van de tweede gestaan. Maar ik was toen ik hier kwam niet fit genoeg. Ook dat hebben we met de trainer en de staf besloten en daar moest ik aan werken. En nu ben ik op mijn... Afgelopen zaterdag je eerste basisplaats. Afgelopen zaterdag mijn eerste basisplaats, maar ik heb gehouden aan eetschema's en dergelijke. Dus ik ben nu op de weg terug, zeg maar. Je bent topfit? Nou, niet helemaal topfit, want er moet nog hopen. Er is nog een hoop werk aan de winkel, maar het is op de goede weg in ieder geval. Kijk jij uit naar de derby? Ja, ik denk als klein jongetje sta je achter het doel. En nou mag je zaterdag waarschijnlijk zelf de derby meemaken. Ja, dat is geweldig. Gaan we naar de buurman, de andere buurman, Martijn. Wij hebben de laatste paar jaar vaak met elkaar te maken gehad. Ik volgde ADO. Jij speelde daar ook. Jij hebt gekozen om na het niet verlengen van je contract terug te keren op het oude nest. En je had dezelfde vraag, waarom? Wat je zegt, 3 goede jaren gehad bij Den Haag. En wilde eigenlijk een stapje terug doen naar de Jupiler League. Maar wegens privéomstandigheden eigenlijk de keuze gemaakt om gewoon definitief terug te gaan en voor de maatschappelijke carrière te kiezen. En ik moet zeggen, ik heb er nog geen spijt van gehad. Nee, want je moest nog strijden gaan met een aantal concurrenten bij Quick Boys. En het lijkt erop dat je die gewonnen hebt. Ja, goed. We waren aan de start met 4 keepers. Patrick viel weg met een blessure aan zijn elleboog. De Groot. Ja. En Ruben van der Does viel ook al snel weg met een blessure. Dus Erwin Fribo en ik bleven over. En we hebben de hele voorbereiding wedstrijd om en om gespeeld. En uiteindelijk heeft de trainer gekozen voor mij. En dan heb je met Quick Boys, als die zaterdag van die derby begint, al een flinke achterstand. Ja, goed. We staan 6 punten achter. En, dat zijn 6 punten en dat is een hoop. Dus voor ons staat er maar 1 ding op het spel. En dat is die wedstrijd winnen en van die 6 punten 3 punten maken. Ondanks dat kijk je ernaar uit dat het winnen moet. Brengt druk met zich mee, maar het is wel iets om naar uit te kijken, toch, zo'n wedstrijd. Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik denk dat... Heb je wel eens gespeeld eigenlijk? Ja. 5 jaar terug, als ik goed reken. 1 keer gewonnen, 1 keer verloren. En wat je zegt, dat zijn wedstrijden waar je naar uitkijkt. En die wedstrijden wil je spelen als speler. Het wordt voor jou, Mark, de eerste echte derby. Hè? Tenminste, men noemt het dan de moeder de derby. Het wordt de eerste voor jou. Voor mij wordt het de eerste, ja. Ik kijk er hartstikke naar uit, dus ik heb er heel veel zin in. Hoe heb jij die wedstrijden beleefd in de tijd dat jouw vader die wedstrijden speelde? Nou, dat weet ik geen eens meer. Dat was al zo lang geleden. Zo lang geleden, denk ik. Nee, ik zou het niet meer weten. Nee. En wie start er nou zaterdag als favoriet? Ja, het is, weet je wat het is? Het is altijd een wedstrijd op zich. Je weet het nooit. Ik heb nog wel eens jaren meegemaakt. Quick Boys draaide om het kampioenschap en wij draaiden mee onderin. En dan win je hem ook 4-3. Dus het zijn altijd wedstrijden op zich. Nooit een favoriet, vind ik, in zulke soort wedstrijden. Nee, maar jullie komen met 6 punten voorsprong het veld op. Eigenlijk wel en hopelijk zijn dat er na zaterdag 9. Ik denk dat jij er anders over denkt. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, goed, wat Mark al zegt, het zijn wedstrijden op zich. En we gaan allebei denk ik, met dezelfde intentie die wedstrijd in. We willen hem allebei winnen, denk ik. Wat weet je van Katwijk? Waar liggen de kwaliteiten van Katwijk, wat jou betreft?
Nou goed, Katwijk denk ik wel een aardige stabiele ploeg. En ja, hun kracht ligt gewoon voorin natuurlijk met de snelle buitenspelers in de omschakeling. En Mengeling die nu in de spits speelt. En ja goed, goed stabiel middenveld. En ja goed, een goede keeper en een stabiele verdediging. Dus dat zegt genoeg denk ik. Met andere woorden, het wordt een moeilijke klus. Het wordt een moeilijke klus, maar ik denk voor hun, aan de andere kant voor hun ook. Ik bedoel, als wij als team goed staan, dan geven wij ook weinig weg. En dan kunnen wij ook in de omschakeling snel eruit komen met onze snelle buitenspelers en spits. Dus bij ons liggen er ook genoeg mogelijkheden, laat ik zo zeggen. Ik denk dat je een aanvallende wedstrijd krijgt van twee kanten. Nou, het zou mooi zijn voor het publiek, denk ik. Ik ga naar hem toe, naar Mark. Ik vroeg net aan... En Martijn, wat hij van jullie weet, wat weet jij van Quick Boys? Ja, ik denk wat Martijn net zegt. Ja, bij Katwijk voorhoede goed, bij Quick Boys ook. Goed middenveld. Ik vind alleen, wij weten als team waar de zwakte punten van Quick Boys liggen. Vertel. Nou, dat gaan we zaterdag meemaken. Maar je weet het al wel? Nou, kijk. Deel het met ons, Mark, kom. Nee, kijk, je gaat kijken, wedstrijd analyseren en dan zie je... Toch waar Quick Boys het moeilijk in bepaald soort dingen, weet je dat Quick Boys het moeilijk hebt. Nou, en dat gaan wij zaterdag proberen om daar een slag te slaan. Als je ze vroeg in de opbouw onder druk zet. Wie weet. Ja, ik kijk ook wedstrijden. Ja, nou, dan moeten we het misschien zaterdag maar vroeg onder druk gaan zetten. Maar dat is aan de trainer, denk ik. Denk je dat je speelt weer? Ik hoop het wel, maar dat horen we donderdag of zaterdagochtend. Ik denk donderdagavond. Deze trainer wisselt nog wel eens, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Maar, wat merk je ervan deze week, in de aanloop naar zaterdag toe, op de club, dat de derby voor de deur staat? Ja, mensen worden zenuwachtig. Ja, je merkt aan alles dat het gewoon na 4,5 jaar afwezigheid, gewoon derby is zo groot, dat derby zo groot is. Ja, en dan moet je zaterdag, dan willen we allebei winnen natuurlijk. En dan kijken wie het grote broertje of de kleine zusje is. Op Nieuw-Zuid, bij jullie, is het een ander verhaal qua beleving. Jullie spelen thuis. Ik heb begrepen dat de sfeercommissie heel veel dingen aan het regelen is. Het moet een spektakel worden. Dus jullie merken er ook al heel lang iets van dat die wedstrijd eraan komt. Ja, goed, je hoort wel eens dingen natuurlijk dat de supporters natuurlijk ook de supporters er een groot feest van willen maken natuurlijk. Zeker naar wat Mark zegt, 4,5 jaar afwezigheid. Ja, dan moet het één groot spektakel worden natuurlijk. En bij ons was het gisteren alweer duidelijk dat de supporters aanwezig waren, want het eerste vuurwerk werd alweer afgestoken. Dus nu donderdag nog en dan moet het zaterdag helemaal ervan afspatten, denk ik. Hoe ziet je zaterdag eruit als je wint? Nou goed, dat zal een gezellig zaterdagje worden, denk ik. Dat is duidelijk, denk ik. En als je verliest, ben je dan niet te genieten? Dat denk ik wel, ja. Maar dat geldt volgens mij, jouw kennende, bij elke wedstrijd die je verliest. Ja, ik bedoel, elke sportman die wil gewoon elke wedstrijd winnen. En goed, je kan wel eens een wedstrijd verliezen, maar goed, je bent er niet blij van in ieder geval. Jullie kwamen net gebroederlijk hier samen binnen. Er wordt een hoop koude oorlog gevoerd en ik roep altijd, jongens, laat je nou niet gek maken. Die spelers kunnen prima met elkaar door een deur. Klopt dat? Ja, ik denk dat dat ook zeker is. Ik denk Martijn, net zoals Jaapie, jongens hier uit het dorp, ik denk dat de spelers gewoon goed met elkaar omgaan. Maar je weet, de haat en nijd tussen supporters is gewoon zo groot. En bij de spelers ligt dat heel anders. Ja, voor de wedstrijd geven we nog een hand aan elkaar. Maar tijdens de wedstrijd is gewoon 100% klappen op elkaar. En na de wedstrijd drinken we gewoon weer een biertje met elkaar. Dus, Afrondend, Martijn. Jullie staan met 1-0 voor. Steekpaas. Langeveld, alleen op jou af. Net buiten een 16 meter gebied. Wat doe je? Trek je aan de noodrem? Ja, dat ligt aan de situatie. Het is nodig, denkbeeldig. Hè? De noodrem is nodig. Nou, dan je moet rood pakken. Dan wordt het de noodrem, denk ik. Dus jij bent gewaarschuwd? Ja. We zullen zien. Stift hem gewoon over hem heen, joh. Als hij uitkomt. Nou, hij gaat stiften, hij gaat aan de noodrem trekken. Mark Langeveld en Martijn de Zwart, dank jullie wel. En na twee spelers die zaterdag in actie gaan komen, gaan we praten met twee mannen die er al heel veel gespeeld hebben. Zelfs de eerste op het hoogste niveau. Marco van der Plas namens Katwijk en Hans van der Plas namens Quick Boys.
Doen jullie eigenlijk, vraag 1, wat doe jij nog bij Quick Boys, Hans? Een beetje aanwezig zijn. Een beetje helpen waar het nodig is en gewoon lekker genieten van alles. Gewoon dingen bij je clubje doen. Maar heb je nog een officiële functie? Nee. We zitten een klein beetje in de scoutersgroep, doen we nog een beetje. Daar is Gert aan, die wil natuurlijk technisch directeur geworden dit jaar. En nou, daar zitten wij gewoon een beetje in die groep met een aantal oudspelers nog. Marco, jij bij Katwijk. Het leek er even op vorig seizoen dat je weer iets ging doen. Dat is hem niet geworden. Nee, dat ging hem niet worden, nee. Dus ik doe niks meer. Je doet helemaal niks meer? Nee, goed gezien. Want het idee was om jou ook in een soort technische commissie te zetten. Ja, maar dat is uiteindelijk niks geworden, omdat we, ja, denk ik, te ver uit elkaar lagen. Qua denkwijze over hoe het zou moeten. En dan denk ik dat het weinig zin heeft om er dan te gaan zitten, want dan loopt het te snel spaak, denk ik. Daar moeten we het andere keer maar eens over hebben. We gaan het hebben over de derby. Ja. Jullie hebben beide de eerste op het hoogste niveau gespeeld. Ik dacht dat het toen nog in de eerste klasse was. Jullie net gepromoveerd? Ja, klopt. Ja. Ja, dat was de eerste. Ik weet niet hoe snel die al was, maar volgens mij zaten er nog wel een paar wedstrijden voor. Een stuk of 5, 6, 7. En uiteindelijk speelden we 1-1, dat weet ik nog wel. Ja. Wat weet je nog meer van die wedstrijd? Ja, uiteindelijk dat wij werden kampioen natuurlijk in de tweede klas. Direct nadat ze dat jaar ervoor in de derde klas kampioen waren geworden. En ja, wij werden eigenlijk een beetje, dat weet ik nog, dat kan ik me wel herinneren, als lachertje gezien. Want wij verloren de bekerwedstrijd toen de tijd. Die zaten ook bij ons in de competitie van Spijkenisse met 7-2. En ik weet nog wel dat ze bij Quick Boys toen, was echt het verhaal van die gaan eruit en dat wordt helemaal niks. En uiteindelijk speelden wij ook nog 0-0 tegen Spijkenisse voordat we tegen Quick Boys moesten. En toen we opnieuw Zuid 1-1 haalden, waren ze er wel redelijk ziek van. Kan ik je wel vertellen van Quick Boys. We gaan het vragen of hij dat nog weet. Weet jij dat nog? Ik weet helemaal niks. Ik ben ook weinig ziek geweest ook in mijn leven. Dus wat dat betreft valt het mee. Maar was het toen ook al die eerste ontmoeting op het hoogste niveau? Was dat toen ook al zo'n beleving? Ja, het was toch heel speciaal natuurlijk. Katwijk die promoveerde, die eigenlijk een hele goede serie jaren achter de rug had. Waar ook een aantal ex-spelers van Quick Boys naartoe waren gegaan, zoals Fredje IJsberg, Marco dan via Rijnsburg nog. Keesje Kraaien, dat ik goed kan herinneren. Mieras volgens mij? Nee, die ging later. Want Dennis die gaf nog een mooie assist, waardoor het 1-1 werd bij ons. Dus een aantal ex-Quick Boys spelers waren daar gaan voetballen en die hadden een hele goede periode onder Lagendijk. Kwamen er bij ons bij. En voor ons was het eigenlijk een raar seizoen, want aan het begin van het seizoen zouden wij beginnen met Nick Steenstra. Maar die was toen overleden, of met die vluchtramp overleden. SLM-vliegramp. Ja, en Melbier de Boen werd natuurlijk de trainer in dat jaar. En ja, het werd 1-1 en ik geloof dat we nog een penalty gemist hebben. En ik geloof dat Marco nog schoor ook 7 minuten voor tijd. Dennis Jamiras gaf een terugspeelbal op bij ons en Marco profiteerde, schoot hem erin. Het jaar erop ging Dennis Miras naar Katwijk, dus wij wisten gelijk hoe het zat. Dat was toen al geregeld, denk je? Ja, dat denk ik wel. Jongens, maar die derby, hè? Jullie hebben er heel veel gespeeld. Wat is nou het bijzondere eraan? Ja, gewoon de hele beleving dat je elkaar natuurlijk allemaal kent. En ik denk dat het vroeger natuurlijk anders was dan nu. Zeg maar met betrekking tot de mensen die speelden. Kijk, Quick Boys had natuurlijk heel veel eigen jongens erin lopen. En wij hadden natuurlijk een paar van Quick Boys, maar ook jongens allemaal uit de omtrek. Het is nou natuurlijk allemaal wat verder af. Dus je kon elkaar allemaal. Ik had ook met die jongens gespeeld, ook waar ik natuurlijk tegen voetbalde. Dus ik denk dat dat wel een wezenlijk verschil is vergeleken met het huidige teams natuurlijk, als je kijkt. Dat je elkaar, je kwam elkaar eigenlijk tegen door de week. Zo moet je eigenlijk zien. En, ja, hij zegt eigenlijk, Hans, er lopen nu bij beide ploegen meer jongens die niet uit de streek komen. Geen eigen jongens, te weinig eigen jongens. Nee, ik denk dat de beleving ook inderdaad heel anders is. We speelden inderdaad met heel veel Katwijkse jongens in beide teams. Die elkaar heel goed konden. En daarin is natuurlijk verschrikkelijk veel veranderd in het voetbal. Niveau is omhoog gegaan, teams zijn veranderd, heel veel jongens van buitenaf. En de beleving zal wel hetzelfde zijn voor de supporters en de mensen. En voor de spelers zal het ook een heel speciale wedstrijd zijn. Alleen niet zoals het vroeger was. Wat hij denk bedoelt, stel dat jij verloor van Katwijk. Jij loopt zondag wel over de boulevard te paraderen met een nederlaag. En dat was vervelend. Ja, maar je kan ook niet naar de boulevard gaan. Je kan thuis blijven. Dat bedoel ik, dan bleef je thuis. Dus, het zou kunnen. Ik weet het. Ging je niet als Hans? Ging jij niet als je... Nee. Je ging wel? Jawel. Ook als je verloren had van Katwijk, ging je wel natuurlijk de boulevard lopen? Natuurlijk bepaal je van. Natuurlijk ben je er ziek van. Maar ja, ach, je kan winnen en verliezen. Ging jij op de boulevard lopen na een nederlaag tegen Quick Boys? Ik weet het echt niet meer. Dat durf ik niet. Dat doe je net op je geen nederlaag herinneren. Nee, ook weinig. Nee.
Nee, volgens mij wonnen wij meer op Quickboys en Quickboys wonnen meer bij ons volgens mij. Dat, nee, maar het is toch zo, als je als Katwijkse jongen die derby verloor, dan is je toch zonder niet waar het zoeken moest? Nee, dat was altijd vervelend. En ik had natuurlijk een hele, maar de familie van mij, tenminste van Caroline de kantje, dat is, was natuurlijk allemaal Quickboys. Caroline is zijn vrouw. Ja, zo. Ja, dus dat, die waren allemaal Quickboys. Dus dat was op zich, als je daarvan gewonnen had, was het natuurlijk wel lekker binnenkomen daar op zondag. Dat weet ik nog wel, ja. Ja. En als je verloren had, bleef je thuis? Ja, zo was ik wel, ja. Ja, dat liet me niet zien, nee. Nee, want jij hebt zelf ook nog, want laten voor de duidelijkheid, jij bent ooit begonnen opnieuw Zuid bij Quickboys. Ja, ik ben ooit begonnen opnieuw Zuid, ja. Ja. En door de jaren heen ben jij een echte Katwijkjongen geworden? Ja, kijk, ik heb daar natuurlijk, ik heb er 13 of 14 seizoenen gevoetbald. En daar heb je natuurlijk eigenlijk het mooiste in je carrière, het kampioen worden, zeg maar, op het hoogste niveau amateurs. Ja, dat heb ik daar natuurlijk 3 keer zeg maar meegemaakt. Bij Katwijk bedoel je dan? Bij Katwijk. En ja, bij Quickboys ben ik op mijn 21ste daar weggegaan. Ja, ik was een beetje eigenwijs en ik had het met Van der Zee altijd gehad. Dus toen ben ik een jaar naar Rijnsburg gegaan. Maar ja. Ik ben uiteindelijk wel een Katwijkman geworden, omdat je daar. Maar het is niet zo dat ik de beleving heb. Ik was toevallig afgelopen zaterdag was het ASWH thuis. Quickboys, die ben ik geweest kijken. En ik ben jaren niet op Quickboysveld geweest. Maar dan kom je daar binnen en dan is het dan. Ik ben Katwijk gewend, Rijnsburg. Maar dan is het wel een bedrijf. Het is wel een verschrikkelijk mooie accommodatie. Alles heb je daar. En dat doet je wel wat. Ook al ben je daar al jaren geen speler meer geweest. En dan zie je al die oude jongens. Ik heb een helftje achter het doel gezeten. En dan zie je Jaapje van Duin, Mart Plas, generaal Ben Geit. Je ziet ze allemaal lopen daar. En dat is bij Quickboys wel vrij uniek, moet ik zeggen. En ja, dat zie je niet bij andere clubs. Dat je zoveel bekenden tegenkomt nog. Dat is door de jaren heen al. Jij doet een beetje op oud-spelers. Nou, hier staat er een. Jij hebt bij Katwijk ook wel eens wat gedaan na je carrière. Maar ja, jij kan Quickboys van Hans volgens mij nog niet echt loslaten. Nee, maar waarom zou je club loslaten? Je bent er geboren en getogen en je hebt er je hele carrière gevoetbald. Dus, Nee, maar jij bent geen man, zo bedoel ik het, die alleen op zaterdag even gaat kijken en daarna gelijk weer naar huis gaat. Nee, maar dat doet bijna niemand van onze groep. Ik bedoel, Marco haalt het net al aan. Wij zijn op zaterdag, als je in de kantine loopt, dan denk ik als je voorzichtig om je heen kijkt dat je 15 tot 20 oudspelers ziet staan. Met vrouwen er ook nog bij. Dus die groep is altijd nog heel intact gebleven. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei, Quickboys is a way of life. Nou ja, dat zal een hele felle supporter zijn, maar er zijn meer dingen in het leven natuurlijk als Quickboys. Maar het is wel een heel belangrijk iets natuurlijk in je leven geweest, omdat je het ook, net als Marco zegt, hij bij Katwijk die periode had en wij bij Quickboys die periode had. Je had alle successen, je hebt tegenslagen en je bent altijd bij je clubje blijven voetballen. Ja, jullie hebben allebei successen behaald en dat geeft enorm veel bagage. En jullie hebben ook allebei in elftallen gespeeld die het moeilijk hebben gehad. Ja, uiteraard. Want je hebt ook wel eens tegen de degradatie moeten knokken. Ook dat, ja. Sterker nog, je was al gestopt. Toen hebben ze jou nog teruggehaald om erin te blijven. 2 keer zelfs. Het ene jaar, het eerste jaar in november, dat was geloof ik 1999-2000. Het jaar erop nog een keer in maart ben ik nog teruggekeerd. Maar ja, aan de andere kant, joh, dat gebeurt. En je weet, je hebt altijd golfbewegingen met lichtingen in een club. En vroeger had je veel eigen jongens. En die hebben een periode gehad, onze lichting. Je hebt daarna een paar jaar minder gehad. Toen kreeg je de lichting met Jaap van Duin, met Hendrik van Beelen, Dirk Kuyt, Jan Schaap, dat soort jongens allemaal. Dirk van der Plas, ook een fantastische lichting. Ja, dat overkomt je helaas wel eens. Kijk wat Katwijk afgelopen seizoen is overkomen. Ja, het is Katwijk overkomen, maar in jouw tijd heb je er nog even moeten spelen om er niet uit te gaan. Nee, daar was ik niet meer bij. Was je toen al weg? Was ik al gestopt, ja. Jij bedoelt op Sneek, denk ik. Ons Sneek. Dat was met Groenendijk als trainer volgens mij. Ja, Marco de Ridder was in die wedstrijd fantastisch. Ja, toen was ik al gestopt. Waarschijnlijk was, stap, ja, het was het eerste jaar dat ik niet meer zo. Dat zal de reden geweest zijn dat ze in de problemen gekomen zijn. Nee, ik denk het niet hoor. Nee, ik denk het niet. Hadden ze de reden wel voor om dat te redden. Luister, die wedstrijd van aanstaande zaterdag. Laat ik bij jou beginnen. Jullie spelen thuis. Hoe beleef jij de aanloop naar die wedstrijd? Neem aan, anders dan die jongens die hier net stonden. Heel nuchter. Ik ben er altijd heel vrij, heel cool in, heel neutraal in, heel nuchter in. Dat had ik als speler ook al. Ja, ik ga gewoon eens kijken. En natuurlijk is het fantastisch wat er gebeurt. Ik denk dat het weer een ouderwetse derby wordt, vooral qua toeschouwers. Want ik hoorde al dat er 7000 man ongeveer gaan komen. Nou ja, dat was de laatste jaren dat de derby er nog was, ook niet meer.
En dat was in onze tijd wel. Dus ik denk dat wat dat betreft een hele mooie happening kan worden. En ja, dat vind ik wel erg leuk, ja. Dat ze weer tegen elkaar spelen. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk twee aanvallende teams. Waarbij Katwijk heel veel loopvermogen heeft, heel veel snelheid. En ja, Quick Boys zal zich daar moeten tegen wapenen. Maar aan de andere kant moet je ook je aanval opzoeken, want dat is ook je kracht. Wij zijn altijd gewend als Quick Boys om vooruit te voetballen. En dat, ik vind dat moet je altijd blijven doen. En wat verwacht jij? Ja, ik verwacht ook een. Ik verwacht wel aan de ene kant een open wedstrijd. Alleen ik verwacht niet dat Quick Boys vol aan gaat vallen. Daar geloof ik niet erg in, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ze ook twee keer gezien. Ik vraag me ook of ze daartoe bij machten zijn. Ik heb ze toevallig tegen Rijnvogel gezien, ook tegen ASWA. Ja, dan zal je wel met een andere wedstrijdinstelling het veld in moeten, zeg maar. Een veldbezetting. Ik proef in jouw woorden een beetje dat jij denkt dat Katwijk als favoriet gaat beginnen aan dat duel. Ja, dat denk ik wel. Ik heb Katwijk ook twee keer gezien dit jaar. En ja, daar zit wel veel meer kwaliteit in. Ik wil niet zeggen dat je die wedstrijd gaat winnen, want dat blijven uiteindelijk derbies. Want Quick Boys kon ook wel eens kampioen worden, stond Katwijk op degraderen. Volgens mij werd het inderdaad 4-3, dat memoreerden de jongens net nog aan. En toen dacht ook iedereen dat Quick Boys zou winnen. Maar ja, ik heb gewoon het idee dat Katwijk gewoon veel meer kwaliteit heeft. En zeker in de voorronde op het middenveld, dat vele malen beter is dan wat Quick Boys heeft lopen. Hij is altijd kritisch, ook als het over Quick Boys gaat. Heeft hij gelijk? Heel groot gedeelte wel, ja. Welk gedeelte dan niet? Nou, wat hij zegt, het middenveld aanvallend. Ik denk dat daar heel veel beweging en snelheid en daar het gevaar van Katwijk ook ligt. En daar moet je tegen wapenen. Dus Katwijk start als favoriet? Nou, dat zeg ik niet, want de wedstrijd staat... Hij wel, hè? Ja, dat mag hij zeggen. Dat is ook logisch. Hij is voor Katwijk. Kijk, ik ben een Quick Boys. Dus Quick Boys start als favoriet? Nou, dat zeg ik niet. Maar ik denk dat we kunnen winnen. Maar dat het wel heel moeilijk zal worden. Tot slot, eigenlijk weet ik het antwoord, ik ga het toch vragen. Supporters, spelers zijn ziek als de club verliest. Heb jij dat zaterdag ook nog, als dat gebeurt? Ligt er aan de manier waarop. Afgelopen wedstrijden, Rijnvogels haalde Marco net aan. Ben ik ziek van het puntverlies, dan sta ik te kijken en dan ben ik ziek van de manier waarop. ASWA thuis, ben ik ziek op de manier waarop wij punten willen spelen. Leg eens uit. Nou, omdat er gewoon niet op die manier behoort niet te verliezen. En je kan, van mijn visie kan je altijd verliezen in een wedstrijd. Maar dan heb je er alles aan gedaan en heb je ervoor gevochten en alles gegeven. Maar nou, als je op die manier verliest, dan kan ik er vrede mee hebben. En hoe zit dat met jou, als Katwijk verliest? Nee, ik heb vroeger toen ik zelf voetbalde, kon ik er niet van slapen, maar nu kan ik er niet meer wakker van leggen. Kijk, ik gun Katwijk het beste en het is, in mijn hart is mijn clubje nog op, zeg maar, op amateur niveau. Alleen ik heb niet zo, als ze verliezen dat ik er ziek van ben. Dat heb ik niet, maar ik gun ze wel het beste uiteraard. En ik ben blij dat om 2 uur begint, dan ga ik s'avonds gewoon naar Feyenoord toe. Dat vind ik even belangrijker nog. Al dus de heren van de Plas, Hans, ex-Quick Boys en Marco, oudspeler van Katwijk. Dank jullie wel, ik wens jullie een hele fijne derby. Dit was hem. We gaan met z'n allen kijken zaterdag naar die derby. Blijf onze website bezoeken. Dank voor de aandacht en heel graag tot een andere keer. Hoi.